Voordat we deze video gaan beginnen wil ik eerst heel eventjes focussen op de giveaway van de vorige video. Je weet wel, dat leuke Eevee hoofdje. Van harte gefeliciteerd, hier komt de comment. Alessio, jij bent een van de winnaars die zo'n Eevee hoofdje toegestuurd krijgt. Maar aangezien dat het vandaag, nou ja, misschien gisteren ligt er aan wanneer deze video is geüpload, een speciale dag is. Ik ben jarig, hoera, jee, wie, confetti, weet ik het allemaal nogal meer. Heb ik besloten om een tweede te selecteren, dus er komt nog een comment en die comment hier is... Van Little Starlight Twinkle, enorm bedankt voor jullie leuke comments die jullie hebben gestuurd. En nou, natuurlijk heel eventjes de info waar jullie dus mij kunnen laten weten ja, waar ik het naartoe kan sturen. Dat is heel erg simpel, dan gaan wij heel eventjes naar mijn YouTube kanaal, waarom ook niet. En op mijn YouTube kanaal dan is het heel erg simpel, druk heel eventjes op het knipje over. En dan zie je hier een bericht verzenden en daarin kun je dus een bericht sturen. Met je gegevens. Het is helemaal privé, dus daar hoef je helemaal geen zorgen te maken. Mocht dit icoontje nou niet bij jou verschijnen, dan kun je nog altijd eventjes bij details even een e-mailadres eventjes via het e-mailadres het een en ander eventjes doorsturen. Laat wel heel eventjes dan weten in de reactie dat je dat gedaan hebt. Op naar de echte video! Oké, ik weet dat ik 20 jaar geworden, oké, vooruit 30 ben geworden. Maar dat wil niet zeggen dat je nou die oude intro moet gaan geven. Dat brengt verwarring. Geef me gewoon mijn oorspronkelijke intro. Dank je. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze soort van review die ik jullie dus heb beloofd over Pokémon I Choose You, de film. In deze aflevering ga ik het hebben over de film die ik in de bioscoop heb gezien eigenlijk al een week geleden. Dus ik moet het echt doen op vaag memory gebeuren wat er is geweest. In verband met, ja, mijn verjaardag ben ik al even bezig geweest. Vandaar dat er zo'n pauze is geweest, even in de video's, mijn excuses daarvoor. Maar wij gaan het dus hebben over mijn snor die niet goed zit. We gaan het dus hebben over Pokémon I Choose You, the movie. Ik heb de Nederlandse versie gekeken en ja, deze, ik doe normaal gesproken niet echt reviews of iets. Dus dit is de eerste keer dat ik het doe, dus mijn excuses als de kwaliteit een beetje aan de lage kant is. Voornamelijk gaat het erover dat ik dus praat over de film en wat ik leuk vond over de film en wat ik niet leuk vond de film. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk getwijfeld of ik deze video wel zou gaan doen. Omdat heel veel mensen hebben dus de video, of zijn ook naar de film toe geweest. En die hebben er hele leuke reacties over gegeven. En ik zelf vond eigenlijk de videofilm niet zo goed. Rustig. Jongens, ik ga vertellen waarom dat ik hem niet zo goed vond. Alleen, het enige nadeel is, dit brengt enorm veel spoilers met zich mee. Spoilers! Dus, wil je de film nog kijken? Heb je de film nog niet gezien? Wil je niet gespoild worden door de film? Dan raad ik natuurlijk aan om niet verder te kijken van dit punt, want we gaan dus over de film beginnen. En dan zou het zonde zijn dus, als je inderdaad, ja, dingen gaat horen die eigenlijk de film al een beetje verpesten. Of die juist een spannend moment verpesten. Dus, hierbij zijn jullie gewaarschuwd. Deze video zit vol met spoilers! Dus, ja. Dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Trouwens, voordat ik met de review ga beginnen. Dit heb ik voor mijn verjaardag gekregen. Dat wou ik heel eventjes laten zien, jongens. In een actiepop. Hoe awesome is dat? Echt serieus. Goed, nou. Sorry, review. Als je aflevering 1 keek, dan had je gewoon de eerste 20 minuten van de film. Laten we heel eerlijk wezen. Het was gewoon echt... Ik zag hetzelfde nieuwe stijl, dat wel. Want ja, wij hebben deze Pikachu. En de film heeft natuurlijk die Pikachu. Dus dat was een hele andere stijl. Sommige dingen waren slightly veranderd. Maar het ging er eigenlijk over. Ik moet zeggen. Een van de grootste differences was. Pikachu die is in de origineel. Dat we hier zien. Komt hij echt uit een bal. Maar in de film kwam hij niet uit een bal. Daar was het echt gewoon dat hij de trap af kwam gelopen. En ja, dat je hem nooit uit een bal ziet komen. En dat vond ik eigenlijk een heel erg mooi detail. Maar op het moment dat hij dus. Ja, de Spero-scène krijgt. En ja. Achtervolgd wordt door de Spero's. Hij stapt niet op de fiets van Misty. Het is gewoon rennen. En ja, je ziet al gelijk dat Misty gewoon niet bestaand is. Er is gewoon geen Misty. Dat is gewoon... Nee, we hebben een Misty vervangen die later in de film gaat komen. Dus, maar goed, je krijgt dus die in een onzin. Ash die wil dat Pikachu de bal in gaat. Pikachu die gaat de bal natuurlijk niet in, want die wil dat niet. Pikachu is wel trouwens een hele leuke eikel tegen Ash in het begin. Leuker als in aflevering 1. Hij is echt gewoon... gemeen, weet je wel. Ze hebben het echt leuker gemaakt, maar op het moment dat ze dan vriendjes worden, ja, dan komt Ho-Oh, die komt dan voorbij gevlogen en in tegenstelling tot aflevering 1 krijgt hij een veer. Die veer die je in de trailer ziet, de veer die alles verpest. Daar komt de veer! Echt, ik heb een hekel aan die veer. Echt, die veer, oh, echt
vanaf dat moment, sorry Evie, vanaf dat moment stopt gewoon eigenlijk het boeiende van de film. Want hij krijgt die regenboogveer. Er is ja, eigenlijk geen side-character op dat moment, dus we skippen gelijk door naar de derde gym. Want insert, ja, hij komt bij het Pokémon Center, oh ja, het had gevochten, bla bla bla. Nog niet eens dat hij op zo'n donder krijgt van, oh, en als de Pokémon nog niet klaar voor is, moet je niet, nee, gewoon hup, door. Hij krijgt geen Pokédex, hij krijgt niks, gewoon hup, we zitten in één keer bij de derde gym. To be fair, hij verslaat Erica. En dat is nog niet eens de derde gym, je denkt dan Lieutenant Surge. Nee, het is Erica, dat eigenlijk oorspronkelijk de vierde gym zou moeten zijn. Maar hij zegt dat het zijn derde badge is die hij krijgt. Misty? Brock? Nou, eigenlijk eerst Brock en daarna Misty. En daarna Lieutenant Surge en dan pas Erica. Dus, maar die andere badges die zien we ook niet, dus ik weet niet of het waar is. Maar goed, in ieder geval, we zien dat ze focussen dus wel op het badge gebeuren. En dan denk ik bij mijn eigen van, ja, je focust daar wel op, maar je doet er niks mee. Dan komt hij in het Pokémon Center en dan belt hij zijn moeder op, want hij heeft bijna geen contact met zijn moeder. En dan zie je al dat het echt een hele andere kant op aan het gaan is. En dan komt hij dus vervangende Misty tegen. Ik weet nog niet eens hoe dat karakter heet. Het heeft een Piplup. Dus ja, het is een watertrainer, dat sowieso. Die komt hij dan tegen in het Pokémon Center. En dan komt er een jongen die komt met Vaporeon aangelopen. Oh, Vaporeon, die is zwaar gewond. Omdat ze tegen een Entei hebben gevochten. Een Entei! Ik had de neus! Ze hebben tegen een Entei! Oké, ik heb tegen een Entei gevochten, waarom ook niet? Ja, gisteren nog eventjes tegen een Arceus. En toen kwam ik nog Mew tegen. En Mewtwo die zat achter de bosjes, die zat verstoppertje te spelen. Tuurlijk, er komt gewoon in één keer een Entei voorbij. Waarom ook niet? Dus iedereen komt massaal met een... Oh, is er een Entei? Die wil massaal naar buiten om met die Entei te gaan vechten. Alsof dat er een Pokémon Go raid gaande is, weet je wel. Ja... Het add niks op en ja, natuurlijk vangen ze hem niet. Die tweede beginnen te kibbelen van ja, het is jouw schuld. Nee, het is jouw schuld. En dan komt de derde, dat is de Brock-vervanger. Die komt dan langs, die heeft een Lucario en... het ook eigenlijk niet echt veel tot het verhaal. Die wel weer een soort van backstory krijgt, dat dan wel, maar daar komen we iets later op. Want ja, hij vangt bijna geen Pokémon. In het verhaal, Ash vangt gewoon bijna geen Pokémon. Hij vangt een Caterpie door gewoon zijn Pokémon erop te gooien, net zoals in de aflevering. Dus een klein gedeelte van die aflevering komt dan weer terug in de film. Nou, die evolueert ergens naar één gevecht. Die evolueert ook weer in een Butterfree ergens in een gevecht. En in een andere plek laat hij hem gewoon vrij. Dan is het echt zo van, ja, ik heb een Butterfree. Oh nee, het is nou, hoe heet dat, paringsseizoen. Dus de Butterfree die moet allemaal weg. Oké, nou, Butterfree, veel succes, doei. Het had niks met heel die film of het verhaal waar dat ze naartoe gaan. Nou, en dan krijg je dus een beetje backstory over Ho-Oh, over... hoe dat die veer werkt en dat er dus een regenboog en dat summit dan Ho-Oh op een bepaalde berg en dan moeten ze naar een berg toe gaan lopen. Dus daar gaat vanaf dat moment heel het verhaal over dat hun naar die berg toe moeten gaan om daar dus die veer te gaan brengen. En onderweg komen ze nog een Charmander natuurlijk tegen. Dan krijg je een soort verhaaltje van Charmander die op zijn trainer wacht, die door zijn trainer in de gaten... hoe heet dat? Ja, die is door de trainer achtergelaten want hij zou zwak zijn. En dan krijgen we dus de Damien-kloon, Cross, omdat ja, zijn haar heeft een kruisje aan de voorkant en daarom heet hij dus Cross. En die heeft hem dus achtergelaten en Ash die neemt Charmander dus over. En Charmander is wel al te blij dat hij dan meegaat, want Cross is een beetje de slechterik van de film. Want ja, Team Rocket, wie heeft Team Rocket nou nodig? Zit Team Rocket dan niet in de film? Jawel, ergens. Weet je wel, dit is de hele film en Team Rocket die zit daar ergens. En dan proberen ze iets en dan, horen ze iets over Ho-Oh. En dan komt er weer een random Pokémon aan en die slaat ze weer weg en dan schieten ze weer weg. En dan krijg je 3 scènes of zo. Team Rocket zit erin, maar eigenlijk helemaal niks. Ze adden helemaal niks aan de film toe. En dat vind ik eigenlijk best wel teleurstellend eigenlijk. Dus ja, that happens. Nou, Charmander die even weer natuurlijk... een één gevecht in een Charmeleon. Dan gaat hij tegen die Cross vechten. En dan, oh, hij is geen wit. Maar ja, het is nog steeds een zwakke Pokémon. En die komt daarna met een Incineroar. En ja, hij verliest. En Ash, die is dan zo... Ja, oh, ik heb verloren. Ik heb nog nooit in mijn leven verloren. Tuurlijk niet. Maar hij is dan zo over de zeik dat hij verloren heeft van één gevecht. Dan loopt hij weg. En dan zegt hij zelf tegen Pikachu van... ik wou dat ik Bulbasaur Squirtle had gekozen. En dan zie je gewoon echt dat Pikachu beledigd is. En hij loopt gewoon verder en dan zit hij dus betreurd tegen een boom aan. En dan krijg je dus Marshadow, die zit ook in de film. Want dat volgt hem dan, omdat hij die regenboog... En dan komt hij in een of andere vage droom waarin dat geen Pokémon bestaat. En dan krijg je dus weer de eerste scène in zwart-wit. En in plaats van dat hij dan zijn eerste Pokémon krijgt... krijgt hij... les. Ik voel van wat alsof dat hij in de gewone normale dagelijkse leven zit. Oh, wat spannend! En...
Ja, dan staan ze daar op het dak en dan extra van, ja, ik vraag me eigenlijk trouwens wel af wat daar achter ligt. Waarop dat iemand anders gewoon zegt, ja, gebouwen en bossen. Ja, maar wat daar achter ligt? Ja, waarschijnlijk nog meer gebouwen en bossen. En ja, maar wat daar achter? Ja, uiteindelijk kom je uit op de zee. Ja, maar wat ligt daar dan achter? Gast, koop een vliegtuigticket en ga daar gewoon naartoe, witte wel. Ah, en dan denkt hij nog heel eventjes ho-ho te zien, maar dat is geen ho-ho, dat is een vliegtuig, dus ja, dan ziet hij een schim van Pikachu, dan wordt hij wakker en dan is het ook Pikachu en dan zijn ze weer vriendjes. Ja, black and white dinges, weet ik veel. Niet van een black and white game, maar gewoon flashback black and white van, oh, dit indicate dat er in een soort van wereld is waar geen Pokémon is, omdat daar droomt hij over. Heeft te maken met het einde van het verhaal, vooruit dan. Nu moet ik wel heel eerlijk zeggen dat ik de film een beetje in een blender gooi. Ik heb hem vorige week gezien en dit is wat ik me er nog een beetje van herinner, dus mijn excuses daarvoor. Want ik kan hem niet nog een keertje kijken voordat ik deze review eigenlijk opneem, dus dat gaat een beetje lastig. Maar goed, om even verder te gaan in het verhaal, ik krijg dus de backstory van Brock Replacement. Die had, die was op een skivakantie en die was dan afgedwaald. En het heeft niks, maar dan ook niks met het verhaal te maken, maar het is zo enorm duister dat ik het zeker in deze review even wil gooien. Hij was afgedwaald en toen waren ze dus ergens in de sneeuw terechtgekomen. En Luxray die hield dan Brock vervangen dan warm. En waren ze in slaap gevallen en in één keer wordt dus wakker door een licht van reddingsmedewerkers die dan aankomen. En ja, dan zie je dus die Luxray. En dit is heel zwaar voor de Luxray fans, dus mijn excuses jongens, maar hey, het zit in de film. Luxray die is dan gewoon dood, overleden. En dan ook op een hele tragische manier, dat echt zo'n heel dun laagje ijs overheen zit, dat hij gewoon echt doodgevroren is. En mijn mond hing gewoon open op dat moment van de film. Ik zat echt... Nee! Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Pokémon zijn wel eerder doodgegaan in films. Kijk dan bijvoorbeeld naar de Lucario in de avonturen van Mew bijvoorbeeld. Of iets in die trend. Maar dan verdwijnen ze of langzaam veden ze weg, weet je. Dit is gewoon echt dat je gewoon... Nee, dit zag er gewoon echt zo triest uit. En het is dan wel weer een flashback en... Oh, mijn Luxray! Maar goed, dan heb je dat verhaal gehad. Dan zijn ze bijna bij de berg. Komen ze een stoutland persoon tegen. Die heeft echt één grote baard en een snor. Lijkt een beetje op die gast van de aflevering. Tot ze dan bij de Indigo League aankomen. Bij wijze van spreken, daar lijkt hij een beetje op. Zijn ze bijna bij de berg. Voor de berg wil Ash dus de Ho-Oh weer naar die berg toe brengen. En dan komt Cross, die komt dan aan. Of ja, ze zijn in Incineroar. En die houdt hem dan tegen van... Nee, ik ben degene die met Ho-Oh zou moeten vechten. En die twee die gaan dan vechten. En Charmeleon evolueert dan in Charizard. En die twee die zijn dan aan het vechten. Ash die wint. En op het moment dat hij dus wint, pakt Damien de veer af. Gaat naar de berg toe. Die veer die wordt duister. Omdat ja, het hart van Cross is duister. Dan zou de veer duister worden. Die wil dus naar de berg toe gaan. Daar staat Marshadow op te wachten. Pakt de veer af en die unleashed duistere krachten. Waardoor dat Pokémon mensen aan zouden willen vallen. Weet ik het allemaal. Een beetje een Shadow Pokémon idee wat ik ervan kreeg. Dus Ash en gang proberen dat tegen te houden. Krijgen weer heel erg veel klappen. Er wordt een klein beetje gevochten. Niet echt iets spectaculairs. En na een tijdje Pikachu is dan uitgeput. Iedereen die wil weer, echt alle Pokémon, die willen weer een aanval erop aangooien. En Ash die zegt dan weer tegen Pikachu van ga je bal in. En Pikachu die ligt dan nog steeds gewond op de grond. En dan Ash die gaat hem natuurlijk zo blokken. En dan zie je weer Pikachu die net zoals met de Spearows over zijn schouder wil, maar die faalt. En valt op de grond, waardoor dat Ash alsnog die klap vol op zijn Murph krijgt. Dus dan liggen ze beiden op de grond en dan vraagt Ash dus aan Pikachu van... Ja, waarom ga je gewoon je bal niet in? En dan krijg je dus de meest cringy moment van de film. Tot echt heel de zaal bijna echt gewoon zoiets had van... Schud eens, ik ga naar huis. Nee, ik heb deze film niet gezien. Ik ben er klaar mee. Echt iedereen. Pikachu praat gewoon mensentaal. En het maakt niet uit of het nou in Nederland... Ik heb het in het Nederlands gezien, ik heb het in het Engels gezien. Want iemand had dat echt gewoon de reacties in het Engels gefilmd. It's because... What? The fuck? I always wanted to be with you. Ah, cringe. Pikachu komt daarna van... Omdat ik altijd bij jou wil blijven. Ah, zo cringe. Ik heb even een momentje nodig, dit is een cringe. Dus nadat Pikachu heeft gepraat... Nadat... Pikachu...
zijn zin heeft. Hoezo praat Pikachu? Hoezo? Pikachu die is altijd gewoon. Pikachu is altijd in Go geweest. Je hoort gewoon niet te praten. Dit kan gewoon niet. Dit mag gewoon niet. Die scène zie je dus dat Ash langzaam wegveedt omdat hij heeft die knal dus gehad, want er komt nog een knal die kant op en Ash verdwijnt, net zoals dat veel van Pokémon dus verdwenen op het moment als ze dan dood gingen, weet je dan nogal meer. En Pikachu die is dan natuurlijk heel erg treurig en Ash die zit dan weer in dat zwart-wit gebeuren van de Pokémon-loze wereld, maar dan op die berg, op dezelfde locatie. En Pikachu is natuurlijk heel erg aan het huilen. Dat moet dan weer heel erg emotioneel zijn. En ik zat echt zo van, nope, it's not gonna work. Ik vond het nog niet eens echt zo dramatisch als het maar zijn kan. Want wat ze bijvoorbeeld bij de Pokémon film was gewoon echt stilte en weet ik het allemaal meer. En daar zag je dan echt alle Pokémon die stoppen met vechten in de eerste film van, damn, he did that. En hier is het echt zo van, Pikachu is sad. Oh. En uiteindelijk weet je toch wel dat Pikachu of dat Ash weer terugkomt. Want Ash die ziet Pikachu dus daar huilen met zijn petje op. Pikachu die heeft dan het petje van Ash op en die zit dan echt zo van, nee, ik wil dat hij terugkomt. Oké, dat zegt hij gelukkig niet, dan moest er nog eens bij komen. Maar zo'n indruk krijg je dan. En in flashback wereld of in Pokémon-loze wereld, daar ziet Ash dus de hele tijd de glimp van Pikachu. En dan krijg je dus een sparkle bullshit die niet uit wordt gelegd, waar Ash weer terug kan komen in de Pokémon-wereld. En Pikachu is dan natuurlijk heel erg blij. De veer die heeft zijn kleur teruggekregen. En Marcia die heeft echt zoiets van, ja oké, het zal wel, ik ben weg. Ik heb mijn film gehad. Heel erg belangrijk. En dan komen ze dus bij het epic moment op Dienenberg. Hij heeft de veer. Hij gaat naar die berg. Houdt de veer vast. Roept met een regenboog bullshit. De ho-ho komt eraan. En we schakelen door naar het Pokémon Center, waarin Pikachu lacht, zwaar gewond eruit ziet, maar nog steeds lacht. Ash lacht. Zo, jullie hebben een avontuur gehad, zegt al zusje Joy. Ja, we hebben met Ho-Oh gevochten. Zo? Nou, dat zou wel heel erg spannend zijn geweest. En dan krijg je de credits! Je krijgt nog niet eens het gevecht tussen Ash en Ho-Oh te zien. Je weet niet of je hem vangt, je weet niet. Nee, na een tijdje wil ze gewoon met iedereen vechten, want zo maak je vrienden. Blijkbaar. En dan krijg je de credits en dan zie je dus Misty, Brock, May, Max, al die karakters die niet in de film hebben gezeten en noem maar op. Dus ja, wij zaten echt naar de film van, jullie hebben ons icoon van 20 jaar geleden gewoon echt enorm verpest doordat hij in één keer kan praten. Zonder enig uitleg waarom dat het in één keer kan praten. Ik bedoel, met jou valt nog een hele backstory. Mewtwo die heeft tenminste psychische krachten. Lugia heeft psychische kracht. Oké, die Slow King die had nog steeds niet mogen praten van mij. En dan praat ik over de tweede film. Maar ik serieus! En echt heel deze film, het is echt gewoon een film van, ja, we hebben nog een film gemaakt over Ho-Oh. Hoe gaan we dat doen? En de eerste aflevering zit hij dat ook even. Ik creëer gewoon de eerste aflevering aan een andere tijdlijn op. En dan focussen we alleen maar op Ho-Oh. Oh ja, en op het moment dat hij er is, dan doen we niks. Ik bedoel, het dan zo'n mythisch verhaal gedaan over, want het verhaal van Ho-Oh, hoe dat Ho-Oh tevoorschijn komt, de mythe van Ho-Oh over Burnt Tower in Johto, daar praten ze veel te vaak over in mijn mening in de film. En dan denk ik bij mijn eigen van, had daar dan een film over gemaakt dat er iets met die Burnt Tower gebeurd of de drie onbekende Pokémon, zoals dat er een theorie is dat dat drie Eevees of evoluties zouden zijn die dus in de legendarische Raikou, Entei en Suicune tevoorschijn komen. Want ja, dat is ook nog zoiets. Suicune en Raikou, die kom je dus ook tegen, maar echt, die zie je dan eventjes. Ho, dat is Suicune! Sup, en Suicune springt dan weer weg en die zie je voor de rest van de film niet. Raikou, identito! Hoi, hoe is het ermee? En springt hij weg, zelfde principe! Dus, ja, ik vind het, er was zoveel potentiële story wat ze hadden kunnen doen met die in de film. En ze hebben er gewoon in gemaakt van, nee hoor, we lopen weer van A naar B toe en we, ja, doen er eigenlijk niks mee. Stereotype film, stereotype vervanger 1, vervanger 2. Nee, dat is de reden. Ik bedoel, er zaten wel redelijk. Sommige scènes waren echt heel erg mooi. Bijvoorbeeld dat dramatische moment. Ja, dat het om, en weet je dat het zo duister was? Dat wel. Maar aan de andere kant was het eigenlijk wel weer heel erg mooi gemaakt. Maar heel die flashback die sloeg neer op helemaal niks in verband met
broekvervanger heeft niet echt een persoon. Hij heeft een Lucario. Die Lucario, het enige wat die Lucario doet is achter, in de achtergrond staan en heel af en toe een keertje een aanval doen. Dus ik had echt zoiets van... Ja, leuk. Blend. Wat ik wel jullie nog heel eventjes wil laten zien is de promokaarten die we dus erbij hadden gekregen. Nou, hier heb je eventjes de promokaarten die erbij is gekomen. Pikachu die dus de muts van Ash op heeft, want dat is de Ash-muts om het zo maar te zeggen. Dat is de muts die hij dan op heeft. Dat is de beruchte rainbowveer die je er dan bij ziet. Die de hele film verpest. En natuurlijk de promo van I Choose You. En dan krijg je natuurlijk tot die I Choose You. Dan kun je de baas Pokémon zoeken. En Thunderbolt. Of is het Thundershock? Ik kan niet een spiegelbeeld lezen. Thunderbolt, ik zei het goed. Die doet 100 damage. En dan moet je alle energiekaarten discarden. Dus ja, best wel een decent kaart eigenlijk. Die het is wel leuk, daar niet van. Promokaarten zijn altijd leuk bij de bioscoop. Maar deze film was het niet waard in mijn opinion. Ik bedoel... Ja, ze hadden zoveel potentie. Ik heb het al gezegd. Van een herhaling. Ik vind het jammer. Mijn rating van deze film is echt... Better watch the original out of 10. 100%. Dus... mocht jij daar nou zelf natuurlijk een andere mening over hebben. Ben je zelf nog naar de film geweest? Laat weten wat jouw mening was in de film. Daar ben ik zeker heel erg nieuwsgierig naar. Dus... Ja, laat dat weten in de reacties natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Nou, in ieder geval de twee winnaars van de Eevee, voor de custom Eevee hoofdjes. Gefeliciteerd natuurlijk. En ja, sorry voor deze low quality rant eigenlijk die ik op mijn verjaardag gewoon opneem. Omdat deze video moest gewoon nog naar buiten toe. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie allemaal gewoon weer te zien bij de volgende video. Even daar een noot over, volgende video. Er zijn heel veel unboxings weer in the way. Paper Mario die is weer zeker heel erg in de way, want ik heb weer tijd om op te nemen. En er komt weer verder met Minecraft Hardcore, want ik heb heel veel tijd om te editen, want ik heb eventjes vakantie. Dus dan maar mijn vakantie er heel eventjes in gooien om heel eventjes veel editwerk weer in te halen. Oh ja, de first look video, die moet ik ook echt naar voren te gooien. Dus morgen komen er zeker weer heel erg veel video's. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie dus allemaal te zien. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En zoals ik al zei, tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. En nogmaals, ik ben een actiepop!